Ik ga slapen in het grootste en het kleinste hotel. Nederland staat vol met hotels, maar ik vraag mij af hoe het grootste en het kleinste hotel eruit ziet. En natuurlijk ga ik dit met een heel gezellig gezelschap voor jullie onderzoeken. Laten we gelijk maar gaan kijken waar ik de eerste nacht ga slapen vanavond. In het grootste of het kleinste hotel. En dat laten we deze munt bepalen. Kop is het grootste hotel en munt het kleinste hotel. Daar gaan we. Ja, dit is duidelijk kop. Laten we dan maar gelijk onderzoeken wat het grootste hotel is hier in Nederland. Maar voordat we dat gaan doen, zou ik zeggen, doe eventjes een duimpje omhoog voor deze video om mij succes te wensen. Krijgt wel gelijk allemaal feestlingertjes te zien. Bij de 21.000 duimpjes ga ik jullie beloven dat ik ga overnachten in de kleinste en de grootste boot die ik kan vinden. Kom je helpen zoeken, kom maar. Oké. Gaan wij samen een hotel zoeken. Volgens mij vindt Paco het ook heel interessant. Ik heb ondertussen hier ingetypt het grootste hotel van Nederland. Laten we gaan kijken. Oh. Als ik eerlijk ben, had ik niet verwacht dat we deze uitkomst zouden krijgen. Het is niet alleen het grootste hotel van Nederland, maar gewoon van de Benelux. Ik zie een duidelijk grafiek en bovenaan staat heel duidelijk NH Hotel Amsterdam Rai. En het is echt bizar om te zien hoeveel kamers dit hotel heeft. Raad het hier beneden eventjes. Later in de video komt het antwoord terug en als je het goed hebt geraden, krijg je van mij een hartje. Zo, we hebben onze koffer gepakt. En je hoort het goed, onze koffer. Want ik heb niet zomaar een kamer geboekt, maar de grootste kamer die ik kon vinden, een suite. En het leukste van alles is, honden zijn ook toegestaan in het hotel. Dus wat denk je ervan, Paak? Zullen we samen op vakantie gaan? Ik denk dat dat een ja is. Laten we vertrekken. Gaat zo hoor, op naar de vakantie. Jongens, ik zie ons hotel en check hoe vet het eruit ziet. Die vormen zijn echt heel erg cool. Paco is vooral onder de indruk van de auto's naast ons. Laten we snel mijn auto gaan wegzetten en gaan inchecken. We hebben ingecheckt. Het personeel van Paco allemaal geweldig. Ze heeft heel veel vrienden hier gemaakt. We gaan nu de kamers zoeken en we hebben 1222. Nou Paco, we zitten hier in de hoek. Laten we even gaan kijken. Mag jij als eerst gaan kijken, Paco? Goed? Zo. En ga de kamer maar ontdekken. Ga maar kijken. Ga maar kijken. Oh. Dit is echt een gigantische kamer. Paco, wat is dit? Check hoe vet dit eruit ziet. En wat ligt hier? Oh, kijk. Speciaal voor jou. Het interesseert Paco niet eens. Loopt gelijk de hoek om. Maar wat is hier? Oh. Er is hier gewoon een bubbelbad, jongens. Zelfs Paco is helemaal onder de indruk. Er hangt hier ook een gigantische tv. En Paco is ondertussen daarheen gelopen. Ik weet niet wat hier is. Hier is gewoon nog een badkamer. Ja, want naast een bubbelbad moet ik natuurlijk ook een badkamer hebben, logisch. Ik wist dat dit een mooie kamer zou zijn, maar dit had ik niet verwacht. En ik denk dat Paco net zo onder de indruk is als ik. Hé, maar kijk eens. Je hebt gewoon je eigen kussen gekregen. En volgens mij zitten hier hondenkoekjes in. Zullen we eens gaan kijken of jij die lekker vindt? Die is voor jou. Alsjeblieft. Het ziet er niet alleen super mooi uit, maar ik vind het ook heel tof dat honden hier welkom zijn. Dat ze gewoon een eigen kussen krijgt en ze zetten een drinkbak klaar. Ik denk dat Paco en ik vaker samen op vakantie gaan. Even bijkomen. Dan gaan we zo meteen roomservice bestellen. Paco heeft haar plek al helemaal gevonden. Ik denk dat ze dit voortaan elke week wel wil. Vandaag kan ik nog genieten van luxe, morgen niet meer in het kleinste hotel. Dus laten we uitgebreide roomservice bestellen. Maar voordat ik dat ga doen, eventjes iets heel erg belangrijks. Want heel veel mensen krijgen nog steeds geen melding als ik een nieuwe video plaats. Laten we dat dan nu eindelijk voor eens en altijd oplossen. Want meer dan de helft van de mensen die mij kijkt is nog niet geabonneerd. Ik geef je 5 seconden om eventjes op die abonneerbutton te drukken. En natuurlijk het belletje. 1, 2, 3, 4... 5. Nu moet het wel gelukt zijn. Paco, weet jij al wat jij gaat eten? Gewoon brokjes? Yes, ik heb het besteld. En dan ga ik natuurlijk straks nog even het bubbelbad testen. Ik ben nog op mijn eten aan het wachten. Dat wordt zo meteen pas geleverd. Maar ik merk aan Paco dat ze een beetje honger heeft. Dus laten we Paco vast haar maaltijd geven. Paco, wil je even eten met uitzicht? Nou, dan zetten we hem hier neer. Kijk eens. Oké. Geniet maar van je maaltijd met uitzicht over Amsterdam. Kijk eens wat er zojuist wordt bezorgd. Mijn eten. Dit ziet er echt heerlijk uit. Paco is heel geïnteresseerd in het eten, maar ze houdt zich in. Oh nee, nee, dat is mijn eten. Dat is mijn eten. En voordat ik ga eten, beantwoord ik even de vraag aan het begin van de video. Want hoeveel kamers heeft dit hotel? Ik hoop dat je het goed geraden hebt hier beneden. Het zijn er in totaal 650.
Had ik maar een challenge gedaan waar we alleen maar luxe zouden hebben. Maar morgen ziet mijn dag er compleet anders uit en daar ben ik me nu al bewust van. Ik heb mijn eten op en het was heerlijk. Ik zit helemaal vol en je ziet Paco daar al staan. Ik dacht, misschien is het leuk om eventjes het bubbelbad te gaan testen. Wat denk jij, Paco? Is dat leuk? En jouw hoofd te zien wel. Dit gaat natuurlijk weer helemaal mis. Even kijken. Ja hoor. Oeh, dit bad ziet er echt heerlijk uit. Hij is helemaal vol. Tijd dus om erin te springen. Alhoewel, misschien moet ik geen bommetje maken. Oh, hij is iets ondieper dan ik dacht. Oeh, maar dit is wel heerlijk. Ja. Ja, Paak, je mag erbij. Ik denk dat het een nee is. Oh, even genieten van deze rust. Het is ondertussen 11 uur in de avond. En deze koningin is naast mij op bed in slaap gevallen. Oh, wacht. Heb je toch stiekem je ogen nog open? Ik denk dat ik ook maar ga slapen en nog even ga genieten van deze pure luxe. Welterusten en tot morgen. Een hele goede morgen. Wij zijn echt net wakker. Ik kan je vertellen, ik heb echt heerlijk geslapen en echt enorm genoten van dit enorme bed. En zo te zien, Paco ook, hè? Laten we ons klaarmaken om naar huis te gaan. Dan ga ik nu deze luxe inruilen voor het kleinste hotel. We zijn weer thuis en ik denk dat ik wel kan zeggen dat Paco en ik heel erg verwend zijn na een avondje in een suite in het grootste hotel van de Benelux. Ja, Paco, dan is het nu tijd dat ik vanavond naar het kleinste hotel ga. En ik denk dat ik daar alleen heen moet gaan. Maar wat is het kleinste hotel van Nederland? Ik ben de hele tijd al aan het zoeken, maar echt het kleinste hotel is niet echt te vinden. Je hebt op Airbnb wel hele kleine kamers, maar ik wil dan ook echt gelijk de kleinste kamer. Wat ik wel heb gevonden, en voor mijn gevoel is dat de kleinste kamer die ik kan vinden, dat is het Bunk Hotel in Utrecht. Ik vind het echt chockerend om te zien, jongens. Kijk, deze kamers, dat zijn gewoon letterlijk hokken. Oh, wacht, is dat gordijntje je deur? Het is misschien niet het kleinste hotel wat ik heb kunnen vinden, maar wel de kleinste kamer. En mijn koffer staat hierachter nog klaar, dus laten we een kamer boeken, of een hok boeken. En vanavond gaan slapen in dat hok. Ondertussen sta ik in de parkeergarage in Utrecht. En langzaamaan begint de twijfel een beetje toe te slaan of het wel een juiste keuze was, deze challenge. Gisteren was echt geweldig. Maar vanavond, ik heb geen idee. Ik hoop echt dat ik een oog dicht ga doen. Laten we het hotel gaan zoeken. Ondertussen lopen we in het centrum van Utrecht. En hier ergens aan de rechterkant moet het zijn. Wat ik nog even grappig vind om te vertellen is dat de kamer in totaal 45 euro kostte. En ik slaap niet altijd in hele luxe hotels. Maar zo goedkoop heb ik nog nooit eerder gehad. Ik merk dat ik wel heel erg het gezelschap van Paco hier mis, maar ja, er is volgens mij geen ruimte in mijn kamer voor haar. Dit is denk ik het gebouw en kijk eens hoe cool het eruit ziet. Het lijkt wel een soort oude kerk, maar hier binnen moet het dus zijn. Ondertussen heb ik ingecheckt en het is dus inderdaad een oude kerk, dus ik had het goed ingeschat en het ziet er echt heel erg cool uit hier. We gaan nu naar mijn pot, want zo wordt dat dus genoemd. Als het goed is, is het hier ergens. Ja, achter deze witte deur. Hier staat pot en zo noemen ze dat dus. Laten we mijn pot gaan zoeken en ik heb nummer, even kijken, 40. Ik heb mijn pot gevonden. Ik praat even wat zachter, want ik weet niet of er hier mensen liggen te slapen. Maar hierboven is het dus. Hier ga ik slapen. Check even hoe cool het eruit ziet, want je hebt hier dus allemaal bedden. Hier zitten bedden, hierachter zitten allemaal bedden. En dan hier helemaal aan de andere kant zitten ook allemaal bedden. Laten we even in mijn bed gaan kijken. Eerst even mijn schoenen uit. Ik moet dus nu naar boven gaan klimmen, maar ik ben bang dat het helemaal misgaat. Oké, jongens, ik zit dus nu in mijn hotelkamer. Dit is het. Ik durf ook echt niet te praten. Slaap gewoon mensen hier beneden. Ik ga jullie even een tour geven. Allereerst wil ik laten zien hoe hoog dit is. Ik vind het best wel heel erg hoog. Vooral voor iemand met hoogtevrees. Dit is dus mijn bed. Hier zit een soort vakje waar ik spullen eventueel in kwijt kan. Gelukkig is hier een stopcontact. Ventilatie, ook heel belangrijk. En dan hebben we hier nog een kapstok. Alleen, ik heb geen idee hoe je hier iets op moet hangen, want het is niet heel erg hoog. Oh, wacht, er is nog iets. Volgens mij is dit voor de verlichting. Laten we hem op groen zetten. Nou, kijk eens hoe leuk. Op zich, zo slecht is het nog niet. Laten we even mijn bed opmaken en dan ga ik kijken waar de wc en de badkamer en zo is. Nou, voor mijn doen is het bed opgemaakt. Nu moet ik nog hier naar beneden zien te komen. Het is hier zo stil.
De badkamer heb ik nog niet gevonden, maar er is hier wel een kluis onder mijn hotelkamer. En die zit hier. Ik heb even al mijn spullen erin gelegd, dus dan liggen die in ieder geval veilig. Zo. Hey, volgens mij is dit de badkamer. Ja, volgens mij hebben we hier de douches, allemaal afgesloten ruimtes. Ik krijg wel een klein beetje een soort campinggevoel hier. Nou, helemaal prima. Ik denk dat ik even naar het toilet ga en dan gaan we naar buiten toe. Ik voel me namelijk heel ongemakkelijk hier omdat iedereen hiernaast ligt te slapen. Ik ben weer buiten en mijn conclusie is, het ziet er allemaal heel netjes uit, maar het is ontzettend klein. Het is nu pas 4:05 en ik moet dus nog even gaan kijken hoe ik de rest van de middag en avond ga doorkomen, want ik ga daar natuurlijk slapen. Dus laten we eventjes Utrecht ingaan en ik ga gewoon ergens wat eten, denk ik. Ja, Baco is er dan wel niet vanavond, maar ik heb andere gezelschap. Kijk hier, hallo. Hallo. En eerlijk gezegd ben ik me een beetje druk aan het maken, want ik heb vanavond geen deur. En ik hoop dat ik dat volhoud om daar te blijven slapen. Het ziet er netjes uit, maar ik kijk er op dit moment niet naar uit. En check even hoe lekker dit eten eruit ziet. Ik ga er eerst even van genieten. Ik ben weer terug en ik heb heerlijk gegeten. En het is nu tijd om me om te kleden en mijn tanden te poetsen. En dan ga ik dus proberen te slapen in mijn pot. Maar eerst ga ik nog eventjes naar de pot, als je snapt wat ik bedoel. Dit is helemaal niet grappig. En toen zat ik weer in mijn pot. Ik heb hier een beetje spijt van. Maar goed, ik ga het proberen. En ik ga gewoon proberen te slapen. Ik weet niet of jullie dit kunnen horen, maar ik hoor de hele tijd mensen bellen en met hun koffers bezig. Hoe moet ik hier ooit gaan slapen? Het is ondertussen iets later. Ik ben helemaal gek aan het worden. Ik weet niet of ik dit ooit eerder heb verteld, maar ik heb een kleine fobie voor kleine ruimtes. Ik denk dat ik licht claustrofobisch ben. Ik heb het continu super benauwd hier. Zo dramatisch weer, maar ik wil dit volhouden. Waar ben ik aan begonnen? Het voelt echt alsof ik in mijn eigen graf lig. Ik ben klaar wakker en ik heb de lamp ook maar gewoon aangelaten. Ik ga niet meer slapen. Ik hoop dat deze nacht snel voorbij is. Een hele goede morgen. Ik heb niet de beste nacht ooit gehad. Het was wel allemaal super netjes. Maar ik slaap toch echt liever in het grootste hotel dan het kleinste hotel. Wel vond ik het heel erg tof om dit experiment uit te voeren. Vond jij het ook een leuke video? Doe dan zeker eventjes een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Houdoei!